Wesley, een wedstrijd waarin ik eigenlijk aan het begin denk, en ook wel andere fases in het duel, dat jullie de overhand hebben. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat de eerste 20 minuten nog ineens onaardig waren van onze kant. En alleen de grote kansen bleven uit. Alleen je ziet dat de eerste beste voorzet een lullige tegengoal krijgt. En dan loop je achter de feiten aan en moet je weer opnieuw beginnen. Wat is er in de rust gezegd? Nou, ik denk dat er met de harde vuist op tafel is geslagen dat we zo geen overwinning boekten. En ik denk dat de tweede helft dat wel duidelijk was. Dat er maar één ploeg hier voor een resultaat ging. En ik denk gelijkspel of overwinning was zeker voor ons verdiend geweest vandaag. Na vorige week was natuurlijk met argusogen naar jullie wedstrijd gekeken. Hebben jullie gerevancheerd qua spel in ieder geval, als het niet qua uitslag is? Nou, dat is altijd moeilijk. Een derby is een wedstrijd op zich. Goed spel blijft dan vaak uit. Dus het is meer, dat zie je ook de tweede helft, het is meer strijd en passie. Dat misten we verleden week heel erg. Ik denk dat we in die zin wel gegroeid zijn deze week. En het is gewoon zuur dat we twee keer in de counter gewoon om ons oren krijgen. Maar ik denk nogmaals, tweede helft, groot compliment naar mijn teamgenoten. Dankjewel.